Sam Majima, homeboy, my best friend. Nope. Nee, sorry, dat ken ik je echt nog te slecht van. Kom binnen. Oké, Rick. Welkom, cool, core, Sean, I don't know. Mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik een house tour doen. Ik heb het al lang aangekondigd en het gaat over mijn 300.000 euro huis aan de Amsterdamse gracht. En ik ga jullie laten zien wat je nou krijgt in Amsterdam voor 300.000 euro. Is niet heel veel, maar ik heb het beste van gemaakt. We gaan beginnen bij hetgeen waar het meest over wordt gecomment onder mijn video's. Dus ik kan grappen maken wat ik wil. Het gaat toch altijd wel over mijn fucking kast. Het is een kast. Sommigen dachten dat het een gordijn was. Spekkoek. Dachten ze vooral. Het is geen spekkoek. Het is een kast. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb deze kleur zelf uitgekozen met het hout. Op het moment dat ik het uitkoos, had ik nog niet echt door dat het leek op spekkoek. Totdat ik 150.000 comments erover kreeg. En nu ben ik wel in staat om het te gaan veranderen. Dus dat eerst een deur, dus ik heb de muur erboven eruit gesloopt. En er een lange kast, een spekkoekkast van gemaakt. Ik doe het zelf nu ook gewoon zo. Gedurende deze video gaan jullie dat zien, dat het niet een heel groot huis is. Dus ik heb heel veel kastruimte nodig. Alles wat ik kan krijgen moet ik gebruiken. Dit is waar mijn jassen hangen. Ik heb er iets te veel. Zou ik wat jassen laten zien ook? Wel alleen je gesponsorde jassen. Alleen mijn gesponsorde jassen? Ik heb geen gesponsorde. Oh ja, ik heb wel gesponsorde. Hebben we kortingscodes? 15% voor... Met welke code? Hoe heet het merk? De North Face. Ja, dat was overtuigend. Dit is mijn winterjas. Hij is lekker dik. Het is de dikste jas die ik heb. Oké. Dit is mijn pimpjas. Ik heb deze één keer gedragen. Het is natuurlijk geen echt bond. Het is net bond. Echt bond kan ik niet betalen. Deze ga ik ook gewoon aanhouden. Toch? Ja, cool. Jij komt nooit weer terug. En mijn schoenen die ik zelf draag, zou je denken, oh, er zitten gewoon wel een kaartje aan. Ik weet ook niet waarom. Ik heb deze gekregen. Ontzettend blij mee. Ik heb ze alleen nog niet gedragen. Welke maat heb je? 43. Meen je? Ja. Wat vind je er echt van? Ik zou hem zelf niet dragen, maar ik vind hem wel cool. Ik vind hem wel cool. Ik kan schoenen wel waarderen. Dan krijg je ze ook niet. Nou ja, cool. Ja. Heb ik ook nog nooit gedragen. Vind ik ook super chill, maar deze vind ik wel echt heel mooi. Oh, die zijn mooi? Ja, zijn woorden. Ja, je kan nou de tyfus krijgen, omdat je die zo mooi. Hier ben ik wel trots op, MTV schoenen. Zijn de enige Puma's die ik draag. Ik ben niet super fan van Puma. Maar deze zijn van MTV, waar ik al sinds april 2017 werk. Dat is bijna 4 jaar. Dit is dan mijn keuken, mensen. De keuken is wel hetgeen waarvoor ik dit huis heb gekocht, omdat het best wel groot is. Ik ben niet super blij met de keuken zelf. Eén keer zei iemand tegen mij, het lijkt wel een Star Wars keuken en sindsdien kan ik dat niet meer anders bekijken. Laten we beginnen met de koelkast en de vriezer. Ik heb een vriezer, dat heb ik volgens huis niet. 1250 euro per maand, ook geen vriezer. We zaten een paar maanden in de lockdown, het was allemaal heel onzeker. En ik vroeg aan mijn huisbaas, al mijn werk is afgezegd. Mag ik huur verlagen? Toen zei hij, nope. En toen een week later verhoogde die mijn huur. Toen zei ik, oké, tyfus met jou, ik ga in de lockdown verhuizen. Ik ga een huis kopen, heb ik gedaan. Oké, we gaan beginnen met mijn koelkast. Ik wilde, zoals ze altijd doen, in house tours heel mijn koelkast vullen met vette dingen. Maar ja, vrede ik gewoon niet en dan moet ik het weggooien. Het staat nergens op. Ik heb gewoon een hele rij met saus, met zuivel, alcohol en voor de shots. That's it. Dat is het enige wat ik heb. Dat is het enige groente wat ik heb. Goed, dat was mijn koelkast. En dan heb ik hier een vriezer. Nou, zoals ik zei, die had ik dus niet in mijn vorige huis. En daar ben ik super blij mee. Ik heb daar ijs in liggen voor... alcohol, dat zit ook. Laten we doorgaan. Oké, we zijn aangekomen in dit gedeelte van de keuken. Ik heb een magnetron en een oven. Het is misschien klein het huis, maar je moet het niet onderschatten. Ik heb een magnetron en een oven. Hierin zitten mijn eiwitten. Als ik sport, heb ik deze plankjes erin laten zetten. Want er zat hier niks. En voel ik stom. En ik heb de ruimte nodig voor mijn alcohol. Ik lijk echt een alcoholist. Misschien heb je het al gezien, de serie Lieve Gabi over de Bachelorette. Deze kreeg ik aan het einde van die serie. Ik denk omdat ze zo blij met me waren, aangezien ik Jordi kapot had gemaakt. Ik ga deze niet drinken. Ik vind deze fles gewoon heel vet. Elke keer alcohol, zeg maar, vervangt met groenten. En dan de mooiste rode wijnglazen die je kan bedenken. Vind ik. Ik heb ze lang gezocht en ik vond bij deze, ja, deze ga ik dan echt kopen. Ik heb een cactus dood laten gaan binnen 3 maanden. Ik weet niet hoe dat kan. Werd hij dan bruin? Nee, hij viel gewoon zo viel dus zo uit elkaar. Ik zweer het. Verder staat er nog op mijn kast de trilogie van 50 Shades. Nooit gelezen. Dit heb ik ook als cadeautje gekregen van mijn allerbeste vriend. De fles erin is leeg. Ik zou niet weten hoe dat kan. Dus verdampt, denk ik. Geen idee. Ik dacht eerst, niet super fan van. Maar het is mijn beste vriend. En hij is gewoon echt veel sterker dan ik. Dus hij werd een beetje boos op me. Dat ik nergens had gezet. Dus ik zei, luister voor de house tour. En voor de rest van mijn leven staat hij de meest prominente plek. Dit is
de enige trofee die ik in mijn leven heb gekregen. Dit is de Ron Boshart Award. En dat betekent, dit is voor mensen die hebben meegedaan aan een televisieprogramma, maar nooit echt hebben meegedaan. Uiteraard is deze voor Expeditie. En Ron Boshart had dat met Wie is de Mol, dus daarom Ron Boshart Award. Ik ben de eerste winnaar. Dus eigenlijk voor losers. De enige trofee die ik heb is voor losers. Verder heeft mijn keuken niet heel veel te bieden. Wel, deze kraan kan overal naartoe. En ik heb fruit. De helft is voor shotjes. Ja, fuck it. Wil ik veranderen? Want ik zag op Pinterest volgens mij dat je ook zo'n netje hieronder kan hangen met daarin het fruit. Wat mij fucking dik lijkt. Dus als je weet waar je dat kan kopen, let me know. Kruiden. Ik ben super wit opgevoed. Dus ik frat altijd alles zonder kruiden. Deden mijn ouders niet. Toen dacht ik, als ik op mezelf woon, ga ik alles bekruiden. En waar ik heel trots op ben. Alle landen waar ik naartoe ben gegaan. Nee, ik heb er maar eentje van Suriname. Ik heb er superveel gekocht, maar die heb ik laten hangen bij iemand waar ik vorig jaar heel veel mee omging. Ja, jongens, gewoon één goede tip. Als je bijvoorbeeld je maakt uit met je vriendin of vriend, neem al je spullen mee, want je gaat er spijt van krijgen. Ik had nu gewoon al die landen waar ik ben geweest hier willen hangen, maar ik spreek er niet meer. En dan het vetste van mijn keuken, misschien wel van mijn huis. Het eetgedeelte. Het is een bar vast aan mijn keuken, een verlenging van je keuken. Er zijn maar twee stoelen, maar ik heb ook nog klapstoelen. Zodat als ik visite over heb, dat we met z'n vieren kunnen zitten. En dit heb ik op laten hangen. Ik wilde dit zodat er wat in de hoogte werd gedaan. En deze lamp vond ik vet, omdat je de dingen op kan zetten. En dat maakt sfeer. Dit zijn netplanten. Dit is een cactus die nog niet dood is gegaan. Dit is een plantje dat wel dood is gegaan. Maar ik heb hem nog even laten staan voor deze house tour. En dan op mijn keuken is de mega eetplank met de op mijn theeshit. Dit allebei toevallig heb ik uit een kringloopwinkel. Dat is mijn nieuwe hobby. Dat was volgens mij een van de weinige winkels dat nog open was afgelopen tijd. Er zit thee in. 3,95 voor een theepot. Hoe vet. Ga naar kringloopwinkels. Fucking, je vindt allemaal pareltjes. En that's it. Dat was mijn keuken. Welkom mensen in mijn televisie area. Mijn televisie heb ik aan de muur gehangen. En het vette is, hier is mijn leefruimte. Daar is mijn keuken. En ik wilde vanuit beide ruimtes wilde ik televisie kunnen kijken. En dat is mij gelukt. Amsterdamse huizen zijn hele zwakke huizen. Hebben zwakke muren. Dus het kan zomaar zijn dat je televisie aan de muur hangt. Dat die nou, ja, eraf tieft. Is nog niet gebeurd. Maar wat kan dit? Moet je kijken. Ik zat te koken en... Wat nooit gebeurt, maar... Ik zat in de keuken... Citroen te snijden voor shotjes. Televisie kijken! Kan gewoon. Nou, dan draai ik hem om. Hij kan alle kanten op, joh. Heel gek. Wauw, ik ben aan het chillen op de bank. Televisie kijken. Goed. Nou, vet blij dus met deze televisie. Ook omdat het ruimte scheelt qua televisiemeubel. Maar toch heb ik in de plaats daarvan heb ik deze krat. En deze heb ik van Levi gekregen. Hier zat kleding in. Die kreeg ik pas geleden als soort kerstcadeau. Die heb ik gebruikt nu als tv-meubel voor mijn PlayStation. Maar ik wil je iets anders hebben. Maar ik heb geen idee. Dus laat even weten. Stel je voor, je zit op Pinterest en je denkt, ja, dit kan een rijkshuis. Laat me weten. Welkom mensen in mijn leefruimte. En hier leef ik ontzettend veel. Vooral tijdens deze lockdown. Ik wil als eerst wil ik even zeggen dat mijn huis vooral mooi is gemaakt door de vloer. En die heb ik gekregen. Isavloeren, super bedankt voor deze vloer. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik heb gekozen voor de Ushuaia Ibiza. Op een of andere manier was dat de allerduurste die je kon kiezen. Dat wist ik niet. Ik mocht kiezen uit de hele zaak. En ik zei, ik wil die. En dat bleek twee keer zo duur te zijn als de rest. Het begon om 8 uur 's ochtends, om 2 uur lag het erin. Komt ook omdat mijn huis niet zo groot is, maar ook omdat we super snel waren. Ontzettend blij met de vloer. Ik heb in mijn leefruimte normaal een kleed liggen. En het kleed ziet er zo uit. Maar ik weet niet helemaal of ik dat ga laten liggen of dat ik een andere kleurkleed moet gaan kiezen. Dus laat even weten wat jullie vinden. Of met kleed of zonder kleed. In ieder geval, isovloeren. Laten we nog één keer isovloeren heel groot in beeld. Isovloeren! We gaan beginnen bij de planken die ik heb laten ophangen. Want ik heb de ruimte gewoon nodig en het geeft gewoon veel meer sfeer. Bijvoorbeeld, dit heb ik erop gezet. En waarom dit? Ik woon namelijk in Amsterdam. Omdat je nooit moet vergeten waar je vandaan komt. Jij komt er helemaal niet in Rotterdam. Shut the fuck up. Iedereen gaat me kapot maken als ze erachter komen dat ik uit Vlaardingen kom. Wat naast Rotterdam ligt. Maar hey, boeien. Niemand kent Vlaardingen. Dus ik heb Rotterdam daar neergezet. Bedankt. Verder heb ik dit onder plankje gezet. En deze heb ik bij een antiekzaak gekocht. Dit is niet helemaal eerlijk gegaan. Vanuit mijn kant. Want ik pakte dit en ik dacht, dit wil ik echt hebben. En ik ging kijken of die deed. Dus ik ging zo draaien aan de achterkant. Was hij een klein beetje kapot. En toen kwam die man en zei, ja, wil je hem hebben? Ik zei, ja, hoeveel is hij? Die zei, 125. Ik zei, ja, maar hij is kapot. Toen heb ik uiteindelijk naar onderhandelen meegekregen voor 35. En nu doet hij het gewoon weer. Hij was alleen kapot in die winkel. Super chill. Want nu heb ik gewoon 90 euro bespaard. Weet je, zo word je rijk. Ik heb het zo bloed. Tyfus heet. Ik voel me niet als een fout. Ga verder naar mijn house tour, maar dan zonder lelijke jas. Oh, deze fietsjes en motor, die heb ik tijdens de lockdown, de eerste lockdown, gekocht.
gekocht van een straatartiest. Die deed dit in één draadje, maar omdat alle winkels dicht waren, maakte die geen geld. En om te supporten kocht ik dit. Toen dacht ik, ja kut, ik heb het wel gekocht, dus ik heb het nu. Maar het staat eigenlijk best wel goed op deze plank, denk ik. Vooral bij deze boeken, die ik ook puur en alleen heb gekocht omdat ze zwart met goud zijn. En, super narcistisch, een hele magazine rack vol met magazines waar ik zelf in sta. Met aan de voorkant eentje waar ik zelfs op sta. Oh, wat valt hier uit dan? Oh, dat is van, ja, dat is uit het magazine waar ik op de cover sta. Sta ik op de cover, heb je wel eens gezien? Nee, ik heb er twee. Hoe er eentje mee naar huis anders? Wilt hè? Ja, ik pas. Dus. We gaan naar de bovenste plank. En hier zijn eigenlijk vooral de Harry Potter boeken en Harry Potter films. En dit, een astronaut. Ik heb het gekregen van Diesel en ik zet hem neer en ik dacht, ja, best wel vet. En toen kreeg ik van de week deze. Dit is een schroef. In eerste instantie dacht ik, het is een schroef. Maar nu denk ik, ja, best wel vet. En dan zijn we aangekomen bij mijn favoriete hoek van het huis. Deze plant heb ik gekregen van Quinty. Dankjewel, Quinn. Maar het gaat vooral hierom, want dit is de Duivelseiland totempaal van Expeditie Robinson. Waar ik uiteraard 16 dagen heb gezeten. Wat echt een hel was. Maar ik ben heel blij dat ik deze in mijn huis mag hebben. Heel vet. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Super trots op. En uiteraard mijn beker. Dat is het enige wat ik had. Mijn drinkbeker. Waarop ik de dagen ging kerven. En ik begon hier 12, 13, 14, 15. Want ik dacht, ja, ik ga deze ook nog volmaken. Maar verder dan dat komen die op de 16e dag lag ik uit. En dan het laatste van Expeditie Robinson is de... Oh, er zit nog zand in. Ik weet niet hoe heet het nou? Stem. Stemkoker. Deze heb ik nooit hoeven gebruiken. Want ik heb nooit gestemd tijdens Expeditie. Maar ik ben heel blij dat ik die achteraf nog heb gekregen. Vooral als symbool dat ik altijd een beetje daar heb gezeten. De stemmen zitten er ook echt nog in. En er zit nog zand in van de Filipijnen. Dus ik maak hem eigenlijk nooit open. Ik ben heel blij met die. Ga je in maart stemmen? Ja, met de stemkoker. Ja, ja. Ja. En dan nu echt mijn leefgedeelte. En dat is mijn bank. Ik ben echt dag en nacht hier te vinden. Ik edit hier. Ik slaap hier wel eens. Omdat ik dan gewoon in slaap val tijdens Netflixen. Sterker nog, ik heb hier zoveel gezeten afgelopen jaar door de lockdown. Dat ook een klein beetje mijn reet erin is gevormd. En voor me staat een marmeren tafel waar ik heel blij mee ben. Dat mijn zus zei dat ze precies dezelfde had als in één op één dezelfde. Maar dan van de Xenos, wat weer 10 keer goedkoper was. Super naar. Weet je wel, dat is echt kut. En dan achter mij de kast. Waar ik in eerste instantie niet super blij mee was, want het is te donker vind ik. De achterkant is ook zwart, dus je ziet niet echt de spullen die erin staan. Dus ik moet er of lichtjes in gaan doen, of een kast halen met een witte achterkant, of met een glazen achterkant, zodat je de muur erachter ziet. Maar hierin staan wel leuke spullen, moet ik eerlijk zeggen. Laten we beginnen met dit trouwens. Drank. Ik ben niet gesponsord. Ik drink dat gewoon vaak en ik vind de fles vet. En deze plant ben ik heel blij mee. Die was al zo groot toen ik hem kocht. Die heb ik niet zelf laten groeien helaas. Ik hoop ook niet dat die doodgaat. Bij deze plant kijken we wel echt uit wanneer die water krijgt en zo. En dan in mijn kast heb ik op de bovenste plank mijn zonnebrillen liggen. Ja, mijn brillen zijn niks waard. Ik heb wel super vet iets van Louis Vuitton. Ik weet niet of je het kan zien. Als het goed is wel. Als het goed is dat misschien zelfs het enige wat je nu op beeld ziet. En dat is de bedoeling. Ook al heb ik het niet zelf gekocht. Ik heb nog nooit designer kleding gekocht of designer spullen. Ik heb dit gekregen en ik heb altijd dat doosje bewaard wat super triest is. Oké, we gaan naar de plank eronder. Die is wel leuk, want dit zijn namelijk al mijn camera's. Van begin tot eind. En ik begon met deze. Hier moet je echt AA batterijen in doen. Dit is echt fucking oud. Deze heeft ook geen geluid. Hier filmde ik mijn skateboard video's mee. Dat deed ik denk 15 jaar geleden of zo, of 12 jaar geleden. Jij was van die Charlie Chaplin films, toch? Ja, zo oud inderdaad ben ik. Ik heb hiermee de ondergang van de Titanic gefilmd. Kocht die beelden, daarom heb ik dit huis gekocht. Als tweede camera gebruikte ik vooral voor fotografie op deze. En dit, mensen, is mijn allereerste vlogcamera. Het is een GoPro, de GoPro 4. Dus niet echt een aanrader als vlogcamera, maar toen wel. En vooral omdat je er en mee onder water kon en mee kon vloggen. Dus het was 2-in-1. En dan mijn eerste vlogcamera. Gelijk een upgrade wel. Super lang mee gevlogd. Alles mee gedaan. Had ik altijd bij me. En toen ging ik naar Australië. En toen was ik op een gegeven moment op de mooiste plek waar ik ooit in mijn leven ben geweest. En ik wilde dat filmen. En ik ben aan het filmen en mijn camera valt uit. Nooit meer gedaan. Hij dacht gewoon, nee, dit gun ik jou niet. Daag. Dan heb ik ook nog een Polaroid. Daar maak ik alleen naaktfoto's mee. Want mensen nooit naaktfoto's digitaal maken. En dan heb ik deze. Hier film ik mijn pornovideo's. En de drone heb ik 1 keer gebruikt. Toen heb ik hem gecrashed. Moest ik al die dingetjes vervangen. En toen heb ik hem meegenomen naar Australië. En toen had China onderweg alle batterijen eruit gehaald. Want dat mocht blijkbaar niet over de grens. En dat kost 100 euro per batterij.
Dat ik zuur. En vanaf deze vlogcamera naar deze vlogcamera gegaan. Ik kon ook natuurlijk mijn video's met dit filmen, want ik vlog sowieso niet meer. Maar het is toch wel fijn om jezelf te zien. Dus ben ik naar de Canon overgestapt van Sony. En ik ben daar echt super blij mee. En dan hieronder mijn schoenen. Ik koop exclusieve schoenen die uitverkocht zijn. En die verkoop ik voor meer. Dus wil je nou, kijk deze. Hoe vet is deze schoen? Hier staat Women op. Wie wil dat niet? Kijk even op Shop bij Rijk. Daar kan je die schoenen kopen. Yeezys, Jordans, van elke mooie schoen. Nou, dat was de mensen. Laten we gaan naar mijn slaapkamer. En als je wel eens een opmerking hebt gemaakt over die spekkoekmuur, dan staat je nog iets heel leuks te wachten. Mijn slaapkamer, mensen, zit achter deze deur. Dit is echt waar. Dit is niet een soort Glendeek pool. Dat achter deze deur gewoon een kast zit. Er is een TikToker en die zei van achter deze deur en deze deur en deze deur zitten de slaapkamers. Dat zag je niet. Heel mijn kamer is van spekkoek. Ik wist het uiteraard niet dat het op spekkoek leek voordat ik dit had gedaan. Maar ik ben er wel blij mee, want deze kleur heb ik uitgekozen omdat het rust geeft. En het enige wat ik hier doe is slapen. Dus ik ben hier alsnog blij mee. Dit zijn allemaal kasten. Aangezien ik echt alle ruimte moet gebruiken. Dus hier zijn mijn voeten en daar is mijn hoofd. Anders stoot ik mijn hoofd hier tegenaan. Dat zou kut zijn. En hier zit allemaal kleding in. Deze kast heb ik ook in laten bouwen. Dat lijkt al iets minder op spekkoek, aangezien er maar één plankje is. En verder staat daar niet een wc-rol. En massageolie staat daar niet. En duct tape. En aan deze kant, dus waar mijn hoofd ligt, heb ik dit laten. Ja, eigenlijk gewoon een soort design ding. Een soort extraatje voor mijn kamer, dat ik wel kan laten zien van, kijk, mijn kamer is ook een toevoeging aan mijn huis. En dit vind ik heel vet nog steeds. Echt, ik zweer het. Wat je hier ziet is, moet je opletten, blijf dit filmen. Oh, oké, wacht, dat gaat niet helemaal goed. Hoe werkt dit, joh? Hey, dit is top. Nice. Wacht, hoe werkt dit? Ik zweer het, het hoort te werken. Hier, boom. Kijk dit. Disco. Daarom heb ik ook dit discoballetje hier zo. Maar ik heb dit erachter laten hangen, zodat een beetje sfeer. Nou, het kan alle kleuren. Het gaat zo in een hele regenboogkleur. En that's it. Mijn slaapkamer. Alleen op deze lamp. En deze lamp ga ik zeker vervangen. Dit vind ik de lelijkste lamp die ik denk ooit in mijn leven heb gezien. Hey, die heb ik thuis. Oké, dat was mijn slaapkamer. Trouwens, nog aan deze kant staat een hele grote box. Die ga ik wegdoen. Die is net gekocht door mijn cameraman. Thanks, Jasper. En dan aan deze kant heb ik een spiegel. Deze is van Looms. Met dit hele mooie plantje erboven. Een soort mistletoe. Ja, maar dan een vet plant. Deze spiegel is dus van Looms. Het is niet gesponsord trouwens, niks. Gesponsord boven de vloer. Dus als je die wil hebben, dan weet je waar vandaan. Ik had deze bijna gesloopt, want ik kreeg de kast binnen en die paste niet door het trappengat. Dus moest ik nog even last minute een verhuislift regelen. Nou, toen was hij eindelijk binnen en toen stond hij nog op karton. Trok ik dat karton eronder vandaan, pleurde die kast tegen mijn spiegel aan. Toen dacht ik, ja, nu heb ik in één keer en mijn kast en mijn spiegel gesloopt. Maar gelukkig kwam hij tegen de ijzeren rand. Alleen, hij is alleen beschadigd. Welkom in mijn badkamer. Laten we hier beginnen. Dit is mijn. Dit zat er trouwens allemaal in van de vorige eigenaar. Ik was er niet super fan ervan. Maar achteraf vind ik de visgraat tegels vind ik best wel vet. En de kleur grijs vind ik ook wel dik. Alleen het is allemaal net niet goed afgewerkt. Er heeft hier gewoon iemand aan dit huis gewerkt die niet perfectionistisch is. En dat gaat je irriteren. Maar voor nu zit er een wc in met een rubberen bril. Wat heel chill is, want hij is nooit te koud en nooit warm. Want ik vind warm ook goor. Want dat betekent dat iemand net voor je op de wc heeft gezeten. En verder was het heel belangrijk dat in mijn badkamer mijn wasmand paste. Want daar heb ik gewoon geen plek in de rest van mijn huis. Alles heeft wel een plek gekregen. Ik heb eigenlijk niks meer nodig dan wat ik nu heb. Want ja, je verzint wel wat. Net zoals hieronder ligt mijn wasrek. Hier zo. Ligt mijn wasrek. Je verzint wel wat. Dat scheelt. Maar mijn wasmand paste in. Dus daar was ik heel blij mee. Ik ga deze de spiegel vervangen. Want er kan hier zoveel vetters van gemaakt worden. En het is allemaal net niet goed afgemaakt. Maar ik ga niet zeiken. Want ik ben ontzettend blij met mijn huis wat ik heb. En dan hier doe ik het. Ga je instaan. 5 euro als je hem aanzet. 5 euro? 300.000 euro kan ik graag mijn huis afbetalen. Nou, dit is dus mijn douche. Ik ben van mijn vorige huis met een bad en met een dakterras gegaan naar een huis zonder bad. En zonder een balkon of dakterras. Dus dat was wel echt een downgrade. Maar verder, ik heb het nog tot nu toe nog niet echt gemist. Misschien wel een balkon of zo, zou ik wel chill vinden. Maar dit was mijn badkamer. Heel veel mensen, 100.000 mensen vroegen wat ik gebruik in mijn haar. Nou, dat is gewoon, maakt niet uit wat het is. Ik heb nu toevallig Layride, ik weet niet eens wat het is. Maar
als je haar goed wil laten zitten en je hebt wat langer haar, net zoals ik, dan moet je gewoon super veel vet erin doen. Dat is echt waar. Dus niet elke dag wassen. Was het eens in de week en dan is je haar zo vet dat mensen net denken, oh, dat is echt goor. Dan zit je haar goed. Dat is echt waar. Dus succes daarmee. En verder is dit het enige luchtje wat ik gebruik. Omdat het enige luchtje is wat ik heb. Van Calvin Klein. Dat was hem dan, mensen. Heel mijn huis. Dat ging snel. Trouwens, ik zit op mijn bank van, ik denk, loods 5. En mijn kleed van H&M. Wil ik nog even zeggen, voordat het allemaal comments komen. Hé, dat was hem dan. Mijn huis van 300.000 euro in Amsterdam aan de gracht. Dit krijg je ervoor. En meer dan dit wordt het ook niet. Heel veel mensen zullen nu zeggen dat ik gek ben. Maar hey, ik ben hier gelukkig. En de kostenkoper en het overbieden zit in de prijs. Dus dat scheelt. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik hoop jullie aankomende zondag weer te zien met een nieuwe video. Wil ik nog wat zeggen? Nee. Oh, gelukkig nieuwjaar. Alvast. Fijne jaarwisseling. Bye.